In 1928 werden per school 4 klaslokalen bijgebouwd. Op deze foto zien we de klas van meester Verbiest in 1936. In 1938 de meesters van de jongensschool. De bovenste rij van de Brande Jef, de Kepper Alphons, Naats Constant, onder Emile Marie, George Welles, Jules Verbiest, Alphons Sprengers en Frans Aerts. De klas in 1946 van meester Naats. In de meisjesschool de kleuterklas van 1951. Het eerste leerjaar 52. Het tweede leerjaar van zuster Lima, haar klas van 1960. Het vierde leerjaar, zuster Salegen en de schoolkinderen in 1954. Een nieuwe jongensschool werd gebouwd achter de Dulft en ingewijd op 8 april 1965 door Monseigneur Dam. Alle mogelijke moderne accommodaties zijn er aanwezig, zelfs een instructiezwembad dat opende in 1975. In 1968 mochten volgende meesters een ereteken in ontvangst nemen. Constant Naats, Mil Buts, Alphons de Kepper, Alphons Sprengers en George Welles. Toen Mil op pensioen ging, nam hij afscheid van volgende collega's. Heile Romein, Hugo Sprengers, Clément van Hoven, onder mevrouw Miet van Hout, chef van Echelpoel, Mil Buts zelf, Fons Vloebergs en Hugo Buts. De meisjesschool werd opgeknapt. Broodnodige veranderingen en herstellingswerken werden uitgevoerd. Een foto van de leerkrachten uit die tijd. Bovenste rij, zuster Marina, zuster Salegen, mevrouw Janine, mevrouw Greet, zuster Lima, mevrouw Ria, mevrouw Maria, zuster Jolindes. De tweede rij van links naar rechts, mevrouw Mia, juffrouw Nini, zuster Gonzaline, mevrouw Elsa en mevrouw Christian. Op volgende foto's zien we de leerkrachten en kinderen van het schooljaar 87-88. Mevrouw Lief, mevrouw Suzy en Annemie, mevrouw Maria Buts en juffrouw Griet, Maria Horemans en Griet, Els van Hoven, mevrouw Mia, mevrouw Lieve en Chris, eerste leerjaar, mevrouw Josien, tweede leerjaar, mevrouw Elsa, derde leerjaar. Mevrouw Caroline en Janine, vierde leerjaar. Christian, vijfde leerjaar. En Rosa, zesde leerjaar. Op de nu volgende foto's zien we reeds dezelfde kinderen en volgen ze van de kleuterklas tot het zesde leerjaar. Juffrouw Annemie, juffrouw Maria Hermans, juffrouw Mia, mevrouw Frida, eerste leerjaar jongens, mevrouw Maria, tweede leerjaar jongens, meester Hugo, derde leerjaar, mevrouw Marie-José, vierde leerjaar, meester Joseph, vijfde leerjaar en mevrouw Homisse, zesde leerjaar. De klassen van de laatste jaars mogen nu zelfs op sneeuwklassen. En het schoolfeest wordt ook nog steeds gehouden. Op 1 september gebeurde het dan eindelijk. De scholen werden gefusioneerd. Wat in de meeste andere gemeenten al lang een feit is, is het gemengd onderwijs.
Het gaat nu dit jaar voor de scholen van Idegem ook invoegen.